Ik moet naar de burgemeester. Oh, ik heb een brief gehad van Sinterklaas. Dus, hartstikke leuk. Oh, bloemen! Dan zal de burgemeester blij zijn. Dat zeker, denk ik. Die neem ik gewoon mee. Ja. Die staan hier maar alleen. Hé, kom maar jullie maar eens mee. Naar de burgemeester. Daar! Naar de burgemeester. Oh. Niemand? Nee, die deur staat open. Oh, hier is de burgemeester! Oh, mag ik binnenkomen, burgemeester? Hé, hey, Martin, natuurlijk mag jij binnenkomen. Oh, kom kinderen, we gaan naar binnen. Oh, kijk eens, die heb ik voor u meegenomen. Martin, wat lief van je. Ja, leuk hè? Dat had toch niet gehoeven? Ja, nou ja, ik denk ik zal een bloemetje meenemen. Hey, dankjewel. Als je ze hier neerzet, denk ik, hè? Hier. Dat is een mooi plekje, hè? Hier zo, ja, hier. Zet hem maar eens. Nou, is dat niet gezellig? Ik vind het heel gezellig. Kijk eens, burgemeester. Ik heb weer een brief gehad van Sinterklaas. Allemaal. Ja. En komt hij ook weer dit jaar? Hij komt weer dit jaar. Wat was het leuk vorig jaar, hè, Sinterklaas? Nou zeker, het is elk jaar leuk. Ja, dat is waar. Ja, ik vind het zo spannend, hè. En burgemeester, en in deze brief staat dat hij al voor de 100ste keer komt naar Gaamsdonk. Meen je nou echt? Ja. 100 keer? 100 keer, dat is veel, hè. Hoe oud is Sinterklaas dan maar niet? Dat weet ik niet. Ik ook niet. Maar ja, heel oud. Heel oud. Want die baard wordt elke keer langer. En zijn haar ook lang. Ik denk dat hij heel oud is. Maar Martje, de 100ste keer. 100ste keer? Dan moeten we toch iets speciaals doen? Ja, ja. Daarom kom ik naar hier. Om te vragen, wat kunnen we doen om Sinterklaas te verrassen omdat hij voor de 100ste keer komt? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ja. Maar daar moeten we even over nadenken. Ja, dat moeten we denken. En ja, daar gaan we gewoon over denken. Bloemen. Nee, geen bloemen. Worstenbrood. Worstenbrood? Nee. Ja, ik weet het. Naar de Efteling. Naar de Efteling? Nee. Moet wel in Gaamsdonk. Ja, het moet in Gaamsdonk. De 100ste keer moet in Gaamsdonk. Ja, ik weet het ook niet, jong. Is dat Gaamsdonk? Zeker, dat is Gaamsdonk. En de molen. En die? En die ook. Kijk maar. Het raadshuis. En de molen. Dus daar zat vroeger de burgemeester? Jazeker. Oh, die is al oud, die foto. Die is heel oud. Mooi, hè? En die? Ja, dat is onze koningin, koningin Maxima. Oh, komen die ook wel eens bij u? Nou, Maxima is wel eens op de koffie geweest hier. Op de koffie? De koning hebben we nog niet gezien hier. En hoe drinkt hij de koffie zo? Ja, en dan roeren met een lepeltje. Gaan we lepeltje? Die hadden we niet. Nee? Oh. Maar de koning is hier nog nooit geweest. Maar! Is wel heer van Gitta de Berg, hè? Maar! Nou heb ik het! Nou heb ik het! Ja! Ik heb het! De koning! De koning? Die moet komen om Sinterklaas te ontvangen in Gaamsdonk! Maar dat is een goed idee! Met zo'n sjerp! Maar hoe komt hij dan hier? Zou die komen voor ons? Kent u bellen? Hij kan wel bellen, maar ik denk niet dat ze dat zomaar opnemen als je belt of de koningin op bezoek komt. Een brief schrijven? Dat is een goed idee. Zullen we samen een brief schrijven? Dat gaan we doen. Nu meteen? Ja, nu meteen. Yes! 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 Ja! Brieven! Brief schrijven! Heb jij een pen meegenomen, papier? Nee! Nou, dan gaan we die eerst pakken. Die heb ik niet. Nou, ik zal eerst eens papier pakken, Artje. Heb je papier? Ja, rustig, Artje. Dat komt allemaal goed. Wacht, ik ga het papier pakken. Ho, ho, ho. Kom, drie schrijven. Naar de koning. Ja. Aha. Moet je wel helpen, Artje. Wat gaan we dan opschrijven?
Doe ja. Toch eens rustig. Beste koning. Chiquer? Ja, dat weet ik niet. Geachte koning? Geachte? Geachte koning. Geachte koning. Geachte koning. Ja, Willem-Alexander, hè? Ja, want zo heet die, hè? Ja. Het is bij ons feest. Komt ie ook, want iedereen is vrolijk en ik er het meest. Dat is mooi, maar er moet iets voor. Oh, wat dan? We zeggen hier een brief vanuit het mooie Raamsdonk. Hier een brief? Ja, schrijf. Hier een brief. Aartje, doe nou toch eens even rustig. Doe eens even bij elkaar staan. Ja. Anders kan ik niet schrijven, hè? Hier. Afzender. Nee, dan moeten we nog wat vragen, toch? Oh ja, dat die komt. En we hebben dan dat die net Maxima komt. Dat zal wel niet, denk ik. Zal dat niet? Nee. En als we nou eens zeggen, als die komt, dat die dan 100 oranje lekkere tompoesje krijgt. 100? 100? 100 tompoesje. Ja, want dan komt en die. En wie gaat die bakken dan? De bakker. Ik kan niet bakken. De bakker. Ja. Ja, goed. Of. Zou ik daar tijd voor hebben? Nee. Ik weet het al. Oma Angela. Oma Angela. Die kan lekker bakken. Daar ga je toch straks naartoe. Let op. Nou, zet op. Natuurlijk. Want we moeten wel zeggen dat we weten dat de koning natuurlijk heel druk heeft. Ja. Ja, oh. Natuurlijk weten wij ook wel dat u het altijd heel erg druk heeft. Druk. Oh. En daarom willen wij druk. U een geweldige beloning geven. Ja. Als u toch naar Raamsdonk komt. Ja. Namelijk. Tompoesje. 100 tompoesje. Ja, maar wel oranje. Oranje, tompoesje. Ja. Ja. Maar dan komt de koning vast wel. Ja, nou, dan neem ik de brief mee. En wacht, Artje. Want er moet nog een handtekening onder van jou. Ja. Jouw brief. Ja. En we gaan hem in een hele mooie envelop doen. Oh, kijk eens door je mee. En nou is het jouw brief. Ja. Nou, dan breng ik hem weg. Nee, Artje. Zo doen wij dat niet. Hoe dan? Een brief aan de koning moet in een mooie envelop. Kijk eens, wat een mooie envelop. Als de koning deze ziet, gaat hij zeker denken, dat is een speciale brief. Zullen we hem erin doen? Ja, en zo. Ja. Nog een keer, vrouwen? Nee, zo. Ja, zo. Netjes erin doen, hè. Ja. Niet kreuken. Nee. Goed zo, Adje. Maar nu. En nou? Nu moet er nog iets bij. Postzegels. Heb je postzegels? Nee, ik heb geen postzegels. Ik heb wel iets anders heel moois. Ja. Kijk eens, Artje. Wat noemen we een zegel? Een zegel? En die doe je op heel speciale brieven. Naar de koning. Aan de koning. En nou ga ik hem op de post doen. Ja, Artje, in de brievenbus. Zou je dat wel doen? Ja. Zo'n speciale brief. Zou je die niet zelf brengen naar de koning? Zelf breng je naar de koning? Ja. Oh, maar wat dan? Dan moet ik wel op de fiets. Man. Daar is tijd voor. Dat duurt nog even. Ja, wel. Nou, maar dan moet ik wel. Nee, en de zon schijnt vandaag. Ja, nou, dan moet ik gelijk vertrekken. Maar dat kan jij wel, Artje. Burgemeester, u hebt mij helemaal gered. Haha, ik heb alles opgelost. Ja, met een goede plan bedacht, Artje. Burgemeester, bedankt. Ik ga fietsen. Ja, daar, burgemeester, daar. Ja, naar de koning. Pa. Oh, een echte bel. Dan ga je dan bellen. Ja, dat weet ik zeker. Wacht even. Die leg ik hier en dan. Stop maar.
Nou, en de brief? Hè? De brief? Ik had hier... Hier lag mijn brief! Mijn brief! Oh, mijn brief! Oh, mijn brief!